Een hele goede morgen allemaal en welkom bij dit webinar over gezond en actief leefakkoord voor en met inwoners. Het is 10:30 geweest, dus we gaan lekker van start. Er zullen af en toe nog eens wat mensen binnen druppelen. We verwachten nog wel wat deelnemers. Maar goed, dus een gezond en actief leefakkoord voor en met inwoners. Ja, want inwoners betrekken bij het SPUC-plan is natuurlijk een van de belangrijkste voorwaarden die aan het plan wordt gesteld. En wij merken dat daar heel veel vragen over zijn. En daar hopen we jullie vandaag iets meer in te kunnen bieden. Mijn naam is Tom Moons en ik mag jullie vandaag meenemen door dit webinar. Ik ben strategisch adviseur bij VAROS, het expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. En dit doen wij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en vervolgens ook weer te delen. En daar is dit bijvoorbeeld een onderdeel van. Wij doen dat onder andere ook nog door onderzoek te doen, door te adviseren, door trainingen te geven, door publicaties te maken. Soms zijn dat handreikingen, soms zijn dat beeldverhalen. Allerlei vormen dus. Ook vanuit verschillende programma's. Kansrijke Start bijvoorbeeld. Programma's die zich richten op vitaal ouder worden, migranten en vluchtelingen. Gezondheidsvaardigheden, bereiken en betrekken, gezond opgroeien, gezond in. Nou, een hele mond vol. Gaan we vandaag allemaal aanstippen, gok ik. En mochten jullie daar vragen over hebben, weet ons dan ook te vinden. Voordat we het programma induiken, even wat huishoudelijke mededelingen. Ik wil jullie verzoeken om jullie microfoons uit te zetten. En tussen de verschillende onderdelen door van het programma is er ook heel veel ruimte om vragen te stellen. Dus dan zullen we jullie uitnodigen om de microfoon weer aan te zetten. Maar goed, doe dat even dan door je handje op te steken en dan komt dat helemaal goed. Volgende huishoudelijke mededeling is dat dit webinar zal worden opgenomen. Dus mocht je niet in de opname willen, zet je camera dan ook eventjes uit. En ik wil jullie graag dan eigenlijk kort gaan meenemen door het programma. En daarbij ook een aantal sprekers aan jullie voorstellen. En ze zullen zichzelf wat uitgebreider voorstellen bij hun bijdrage. Maar goed, om het programma even door te lopen. Ik ga zo eerst in gesprek met Sali Alhaji en Surin Nairan. Zij zijn enorme experts op het gebied van het bereiken en betrekken en het samenwerken met inwoners. Ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond. Ik ga met hen in gesprek daarover. Vervolgens zullen wij door Nori van Balkom van gemeente Den Haag worden meegenomen in community upwerken aan preventie. En hoe zij dat doen in Den Haag. Met daarbij ook mooie voorbeelden van hoe zij dat dus doen hoe zij dat ook hebben georganiseerd. En ook eigenlijk welke lessen en aandachtspunten zij daarbij zien voor het proces en de uitvoering van SPUC-plannen. Daarna zal mijn collega Karima Bazi jullie iets meer vertellen over hoe wij aankijken tegen het betrekken van en samenwerken met inwoners. Ook in relatie tot Gala SPUC. En we sluiten dan af met een vragenuurtje, niet helemaal een uurtje, maar een vraagmoment. Met mijn collega Mohamed Azouz, programmamanager bij VAROS, die alles van dit onderwerp af weet. En er zijn uiteraard ook veel meer experts bij die jullie vragen ook kunnen beantwoorden. Maar we beginnen natuurlijk bij het begin. Ik stel jullie graag voor aan Sali Alhaji, een van onze experts uit de praktijk, van hoe je inwoners kunt betrekken. Sali, wil jij jezelf voorstellen? Goedemorgen allemaal, ik ben Sali Alhaji en ik ben onderzoeker en slotenpersoon ervaringsdeskundige. Ik werk bij VAROS als onderzoeker en ik werk als slotenpersoon voor 8 gemeentes in de regio Vierland. Dus voor Tiel en Boeren, Tiel, Zaltbommel en 8 gemeentes eigenlijk. En ik ben zelf een vluchteling, kwam 2018 als vluchteling naar Nederland. Dus ik heb een migratieachtergrond. Ja. Hartstikke mooi. En een mooie kennis en achtergrond om mee te nemen in het verhaal van vandaag natuurlijk. Maar je bent ook co-onderzoeker bij VAROS, toch? Ja. Ik werk hier als co-onderzoeker. Ik heb samen met Inga en Jurien gewerkt aan het thema gezondheid en verkenning van mentale gezondheid voor mensen in kwetsbare positie. En het was een leuke ervaring. Maar ook het betrekken van de mensen was ook meer waardevol. En het was een hele brede groep mensen in kwetsbare positie. Maar het was waardevol om mee te doen, ja. Dus een hele mooie achtergrond, hè? Als sleutelpersoon, ervaringsdeskundige, co-onderzoeker. En je zegt al van, super waardevol om echt met mensen in gesprek te gaan ook. En waarom vind je dat zo belangrijk?
Eigenlijk het betrokken van de mensen om wie het gaat in alle stadia van ontwikkeling of verbetering en uitvoeren van beleid en van interventies en verbeteringstrajecten leidt tot succesvoller implementatie en grotere effectiviteit van de interventies en die aanpakken. Want die mensen die betrokken zijn in zo'n onderzoek of een beleidsontwikkeling, weten zelf beter wat werkt voor hun en wat werkt niet. En ze hebben wel de ervaring. We hebben wel de kennis en de beleid, maar ze hebben wel de ervaring en ze weten zelf waar het lopen zo tegen. En soms is de manier van communicatie speelt ook heel veel grote rol. En als je een migratieachtergrond hebt of als je zit gewoon in een kwetsbare positie, je hebt heel vaak meer problemen. Dus het is vaak afstappen van problemen. Dus er zijn wel verschillende problemen waar die mensen lopen tegen. En er zijn vaak meer organisaties betrokken of er zijn wel vaak meerdere activiteiten aangeboden, maar het sluit niet bij de behoeften van de mensen, omdat het niet bereikbaar is of niet betaalbaar is of niet passend is. Dus als je stelt met de mensen die weten zelf wat er speelt een rol daar, kan je beter resultaten halen en kan je wel beter een succesvolle implementatie van de interventies die je doet. En zeker speelt een grote rol in fysiek en gezondheid van de mensen zelf. Precies, en zit hem dat dan vooral in hoe je mensen kunt vinden, hè? Dus mensen toeleiden naar interventies? Of zit het hem echt in hoe de interventies zijn opgebouwd en waar ze uit bestaan? Hoe vroeger of hoe eerder betrek je de mensen met meedenken bijvoorbeeld in het begin en daarna de uitvoeren, daarna die implementatie. Het is wel veel beter, hoe eerder hoe beter. Maar moet je ook terugkoppelen aan de mensen wat wordt gedaan met de verhalen die die mensen hebben wel verteld. Want ze hebben het gevoel dat niet altijd betrokken zijn. Ze doen vaak met het onderzoek of ze geven hun mening, maar ze horen eigenlijk weinig erover. Dus het is soms ook die manier van de communicatie. En hoe beter betrek je die mensen, hoe beter de beleid is gepland en uitgevoerd in het einde. Dus terugkoppeling is een heel belangrijk element. Hè? Dus vanuit ophalen bij mensen, wat is er nodig, wat is er belangrijk. Maar ook weer teruggeven van, nou, dan doen we dit en dit mee, of we doen dit en dit niet. Maar dat je in ieder geval dus die terugkoppeling krijgt. Een mooi punt inderdaad. Heb je nog meer adviezen voor gemeenten bijvoorbeeld? Hoe ze, of voor organisaties die samenwerken met inwoners? Ja, want gemeenten hebben die mensen nodig en die mensen hebben die gemeenten nodig. Dus samenwerken is waardevol en het is gewoon investeren van de tijd en de energie en de kosten. Maar het leidt ook tot succesvolle implementatie en een aanpak. En dat gewoon investeren in mensen en samenwerken is beter. Dus doe maar gewoon. Luister naar die mensen, betrek die mensen zoveel mogelijk in het begin. Mooie punten. Dankjewel, Sally. Ik wil dit gesprek eigenlijk een beetje uitbreiden, namelijk met nog een andere expert erbij. Soerin Nairan van Stichting Vobis uit Den Haag. Soerin, jij bent 20 jaar geleden heb jij Stichting Vobis opgezet. Kun je daar iets meer over vertellen? Wie je bent, wat jullie doen? 20 jaar geleden Stichting Vobis opgericht. Goedemorgen iedereen. Ik ben gescheiden in 2001, dat is de basis. Mijn jongste dochter is toen met me gebleven, toen was 13. En toen kwam ik in aanraking met de opvoedproblematiek binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Omdat ik als vader en moeder tegelijk voor mijn dochter moest zijn. Daar heb ik gezien dat heel veel kinderen van ons gewoon in de problemen komen door de opvoedvraagstukken binnen migrantengezinnen. En met name met ons bij de Hindoestanen. En daaruit hebben we dan Stichting Vobis opgericht om te helpen in het kader van opvoeden. En nu inmiddels 20 jaar verder, alle thema's die zeg maar taboe zijn, die pakken we op om het bespreekbaar te maken, de taboes weer te halen.
en dat met de mensen in gesprek te gaan. Dus het is een heel breed activiteit en project die we uitvoeren. Hartstikke mooi. En eigenlijk zijn jullie, ja, probeer dus met jouw organisatie een brug te slaan tussen misschien wel overheid en inwoner. Ja, dat is zeker zo. Wat we daar, van wat mij betreft, ik heb nog twee andere petten op. Ik ben gevraagd ook door het stadsdeel Eskamp in Den Haag. Moerwijk heeft een nieuwe bewonersorganisatie vorig jaar opgericht. Die is nog in de kinderschoenen. Om daar het thema participatie mee te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Te kijken hoe we daar die verbindingen kunnen maken in die wijk. Een van de armste wijken van Nederland, zoals we dat kenden, met veel problematiek. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de wijkbus in Eskamp. Dus daar ook weet ik veel met kwetsbaren en ouderen waar we veel te maken hebben. Maar hier zit ik dan namens voorbeeld. Dus je ziet van verschillende kanten wat er allemaal speelt in de gemeenschap. En hoe je dan verbindingen kunnen maken en helpen en doen en dat soort dingen samen. Dus actief bezig. Ja, gepensioneerd staan nog wel actief bezig. Wel. Mooi in contact met de gemeente, denk ik dan ook, op al die thema's. Ja. Hoe zie jij die samenwerking? Het kan beter. Het kan echt veel beter. Het kan veel beter, maar er zijn ook maren. Kijk, gemeenteambtenaren die hebben al heel veel op hun bord. En wat wij als organisaties nodig hebben, is een korte lijnen met ambtenaren waarbij je kan sparen. Hè, kan nadenken van hoe en wat. Als je een subsidieaanvraag doet bij de gemeente, dan krijg je van je mag vragen stellen via de mail of via telefoon. Maar op het moment dat de procedure afgesloten is, dan krijg je geen enkel contact meer. Dat mag ook volgens mij niet meer met de desbetreffende ambtenaar totdat de beschikking zeg maar de deur uit is. Dus je blijft ook een hele lange tijd in ongewisse van hoe gaat het, hoe staat het, et cetera, et cetera. Dus daar, ja, de communicatie zou echt veel beter kunnen en daarmee geef je die anderen ook een gevoel van hey, we zijn mee bezig en het komt wel goed of we lopen tegen dingen aan en komt het ook niet goed is ook prima. Maar laten we het duidelijk blijken. Dat is dan ook prettig voor de anderen om te weten van hè, kan je niet bij de gemeente terecht, er zijn nog zoveel fondsen die beschikbaar zijn. Misschien kan je daar ook tips en tools krijgen waar je wel dan kans maakt om zeg maar je projecten te financieren. Dus dat is de informatie missen, ja. Precies, en dus een andere rol misschien ook wel eens, meer de rol van verbinder als gemeente tussen een stichting zoals die van jullie en dingen die er in het veld beschikbaar zijn. Ja. Een mooie tip, denk ik. En jullie werken al op heel veel thema's samen hè, met de gemeente. Kun je daar eens een beeld van schetsen? We hebben, wat we nu hebben is, armoede is een hot item natuurlijk, over heel Nederland. Maar in Den Haag doen we veel met Fonds 1818. De gemeente is nog niet, daar zijn we nog geen partner in, maar wel via Fonds 1818. Daar zijn we wel een gesprekspartner om zeg maar in te vullen. Waar we daar wel tegenaan zijn gelopen. Vorige maand hadden we een bijeenkomst en waren 70 organisaties aanwezig. En dat is wel iets wat tot nadenken moet zetten aan iedereen. Dat 67% van Den Haag ongeveer migrant is. En daar waren slechts 3 organisaties waarbij Phobos aanwezig vanuit de migrantengemeenschap. Ergens is er communicatie niet goed. Hoe bereiken die organisaties om ze daar te halen? Want die mensen, die organisaties weten precies wat in de migrantenorganisaties nodig is om het armoedeprobleem aan te pakken. Men vergeet ook dat de migrantenorganisaties ook veel last hebben van schaamte, gaan een hand ophouden, et cetera, et cetera. Hoe kan je dat meenemen? En dat is een hele goede dat je de organisaties bij betrekt die wel die doelgroepen kunnen bereiken. En die kennis, het gaat eerst om de kennis te brengen. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kan je voor wat terecht? En als je die kennis kan brengen bij de doelgroepen, dan heb je al een stap in een goede richting gezet. Maar het is zorgelijk dat bij zo'n grote organisatie, waarbij STEC is een hele grote organisatie in Den Haag die veel doet met armoede, dat slechts 3 migrantenorganisaties aanwezig waren. En ik heb het daar duidelijk gezegd en ik heb ook mijn kritische mening daar gegeven. Het heeft wel geresulteerd dat wij in mei een gesprek krijgen met STEC en Fonds 1818. Om te gaan praten hoe wij kunnen helpen om de migranten met ideeën en gedachten te wisselen. Van hoe kunnen we wel zorgen dat meer migrantenorganisaties hierbij betrokken raken. Om die kennis te halen en die kennis te brengen bij de doelgroepen. Precies, want hij werkt denk ik 2 kanten op. Hè? Dus, vanuit 2 kanten, ja. Halen en brengen. Het is van beide partijen is van groot belang dat het op die manier gebeurt.
De spreekster voor mij die heeft dat aangegeven. Het is, hè, je komt halen, je gaat brengen en wissel je informatie uit jou. En gebruik de migrantenorganisatie als brug, als bruggenbouwers, brugfuncties, verbindingen, et cetera, wat allemaal daarmee te maken hebben. Ja, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat jullie vanuit, ja, vanuit jullie netwerk ook heel goed kunnen zien wat er dan wel werkt en wat er niet werkt. Hè? En waarom dat dan zo is. Jawel, dat, is, dat zie je ook. Maar het is ook per groep is dat verschillend. En dan moet je ook kijken van hè, wie uit welke club je en wie kan in waarin bijdragen. Er zijn organisaties met hele sterke expertises. Wij kunnen bijvoorbeeld, als je vanuit Vogels praat, alle taboe onderwerpen die wij bespreekbaar maken, is via theater. We maken toneelstukken ervan en dat brengen we onder de aandacht van de mensen. We zijn nu een samenwerking aangegaan met Terminale Zorg, om te kijken hoe wij een toneelstuk kunnen maken om zeg maar, de problematiek van dementie en de gang naar het uiteindelijk het leven laten. Hoe kan je dat in een toneelstuk met de mensen via een toneelstuk in gesprek gaan, wat je ermee kan doen. Dus gebruik de krachten van organisaties. Elke organisatie heeft een expertise, klein of groot. Er zijn bepaalde visies die ze hebben. Maak daarvan gebruik van. Maar dan moet je ook weten, wie zijn die organisaties? Wat zijn hun sterke punten? Wat zijn hun zwakke punten? Welke doelgroepen kunnen ze bereiken? En dat soort dingen zijn belangrijk om te weten als gemeenteambtenaren. En dan kan je precies wat doelgerichter betrekken. Wil jij bijvoorbeeld Somaliërs betrekken? We hebben wel contacten daarin. Maar wij hebben dan bijvoorbeeld niet die kennis om zeg maar in die organisatie te gaan praten. Want je moet ook soms informatie in twee talen te brengen. Dus je moet per thema activiteit zoeken. Wie moet ik hierbij hebben om zeg maar mijn informatie te brengen? En hoe kan die organisatie de informatie daar opgehaald is terugkoppelen naar mij toe? Ik denk dat daar de kracht in moet zijn in de samenleving. En hoe kunnen gemeenten dan de juiste organisaties vinden? Heb je daar tips voor? Ja, er was ook een presentatie van een sociale kaart van gemeente Den Haag. Die is er. Het is echt, naar mijn mening, is het heel onoverzichtelijk. Wij staan daar ook in. Ik zou daar een soort sociale kaart van maken. Waarbij migrantenorganisaties hun eigen activiteiten dan kunnen neerleggen en neerzetten. Dat ze daar toegang hebben om een pagina daarin te vullen. Daarmee creëer je dan ook dat jij de contactgevers hebt. Je weet wat die mensen doen en et cetera, et cetera. En dat is heel makkelijk shoppen dan. Want via hun kan je dan toch wel bereiken degene die je nodig hebt. Om bepaalde thema's of gezondheidsproblematieken daarmee die doelgroepen te bespreken. Wij hebben zelf als instantieorganisatie heel veel te maken met diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, cholesterol, noem maar op. We zijn nu partner met twee gezondheids UMC Utrecht en UMC in Amsterdam. Daar zijn we partners om mee te denken, maar wel uit van een instantie perspectief. Die kennen dat wij heel groot bereik hebben binnen de instantie gemeenschap in Den Haag, maar ook landelijk met de organisatie. Dus die maken op die manier echt goed gebruik van. Dan denk ik bij mezelf, zo'n organisatie die ons weten te vinden en hier binnen onze eigen regio weten we niet wat we met elkaar doen. Dus ergens klopt de hele communicatie niet en daar begint het mee. Precies, ook, als je elkaar niet kent kun je elkaar natuurlijk ook niet vinden. Volgens mij een heel mooi punt in dat. Wij zijn wel een hele bekende van de gemeente, omdat wij verschillende projecten van Hoorsoep via de gemeente subsidiëren. Maar dat is ook een leidensweg, als ik het tussen aanhalingstekens mag zeggen. Want elke jaar weer moet je je projecten indienen om zeg maar weer gefinancierd te krijgen. Terwijl huiselijk geweld, dat hebben we vorig jaar opgepakt. Dat is een hot item bij ons, die wij dan ook met team zeg maar, vrijwilligers opgeleid. Om de meldcodes die nodig zijn om het te signaleren, observeren en dat soort dingen allemaal. Dat zijn we opgeleid vanuit de gemeente en worden voor dat soort projecten ook gefinancierd. Daar zijn we partneren van de GGD, van Veilig Thuis, als van de politie. Dus ze kennen wel van ons bestaan, maar je hebt niet echt korte lijnen met ambtenaren om zeg maar te kunnen sparen van hey, wat zien wij, hoe kunnen wij dat doen, waar kunnen jullie ons in helpen om onze werk goed te kunnen doen. Want als wij goed resultaten leveren, komt het weer ten goede van de burgers van de gemeente Den Haag. Dus dat is win-win. Precies, dus het is misschien, jullie hebben goede contacten, hè? Maar die zijn dan altijd misschien een beetje incidenteel en niet structureel. Terwijl je eigenlijk gewoon een tafel zou willen hebben om met elkaar echt van gedachten te wisselen over hoe kunnen we elkaar versterken. Ja. Niet een one-way street, maar een two-way street ervan te maken, zeg maar.
Ja, dat is ook zo. En ik begrijp het wel. Kijk, de mensen hebben heel veel werk op hun bord. Maar het zou prettig zijn, dat is dan waarvoor ik voor pleit, dat je dan toch wel korte lijnen hebt met de organisatie die wel wat kunnen betekenen. Want als wij goed resultaat kunnen leveren, komt het allemaal weer ten goede van dezelfde gemeente, Den Haag en de burgers en het beleid. Dus dat is allemaal win-win. Precies. En stel, nou, je hebt die samenwerking, hè? Wat zijn dan do's en don'ts voor zo'n samenwerking? Ja, do's en don'ts, dat is ook een, ja, het is toch wel iets, ja, moet je dat allemaal gaan zeggen dan? Ja. Het is wel interessant. Ja, het is, nou, wat ik vind van do's, do's, hè? Do's, weet je dat, do's? Ja, laten we beginnen met de don'ts. Ja. Nou ja, wat je moet doen is, hou rekening met de benodigde voorwaarden voor de samenwerking, zoals tijd en geld. Hè, het is, wij zijn een volledig vrijwilligersorganisaties, maar er is ook geld nodig om dingen uit te kunnen voeren. Wij kunnen niet van onze vrijwilligers verwachten dat ze met hun eigen benzine en met hun eigen telefoon voor de organisatie bezig zullen zijn. Dat zijn hele kleine dingen, maar die zijn wel nodig om zeg maar, het werk uit te voeren in het veld. Veel activiteiten die organisaties uitvoeren, die bestaan al heel lang. Zoals bij ons is seksuele diversiteit doen we al 12 jaar. En daar hebben we ook een prijs voor gekregen inderdaad. Dus betrek dat erbij, want die hebben die kennis dan. En dan kan je daar het beleid, een stukje beleid daarin koppelen van hey, daar kan het wel in meegenomen worden. En wat ook heel belangrijk is, ik vind dat kleine organisaties die pas begonnen zijn, dat daar toch wel de grote organisaties, de organisaties met ervaring, dat is een beter woord denk ik, want groot, wie is groot? Niemand is groot. Om te verbinden dat zij de anderen kunnen meehelpen. En daar kan de gemeente wel een bemiddelende rol in spelen. Soms weten ze niet een subsidieaanvraag in te dienen. Wij hebben daar toch wel kennis van. Kijk naar de beleids, wat er nodig is. Ga niet iets vragen wat vooraf al staat, dat er niet vergoed wordt. En die kennis kan je ook door te verbinden met andere organisaties die kennis delen. Dus daar zou de gemeente ook een sturende rol in kunnen spelen. Dus als ik hem even samenvat, het zijn eigenlijk twee dingen. Ik hoor, zorg voor de juiste randvoorwaarden. Dus de tijd, het geld, het budget, de kaders moeten goed moeten kloppen. Samenwerking tussen organisaties. Ja, plus inderdaad die verbinding tussen organisaties. Ja, ja zeker. Mooi. Ja, die successen die dan, ja, vier dat ook. Hè. Laat dat ook zien. En dat zou zo'n website of een sociale kaart, waar migrantenorganisaties dan maar, zeg maar een aparte stuk hebben. Daar ook laten zien dat ze daar ook daar wel succesvol in zijn. Dat creëert ook genoegdoening voor de mensen. En het kost geen geld. Hartstikke mooi. Mag ik iets toevoegen? Ja, het is zeker, Sally. Het is heel herkenbaar met wat Soerin zegt. En je hebt de hulp genoemd. Soms, ja, het waarde van werken met zo'n organisatie, dat het duidelijker wordt wanneer hulp moet aangeboden worden en wanneer niet. Want als je met zo'n organisatie werkt, weet je wanneer die mensen de hulp echt nodig hebben en wanneer niet. Soms wordt de hulp aangeboden terwijl het veel mensen zijn betrokken, veel organisaties en veel geld en personeel en ja, heel veel moeite, terwijl het niet nodig is. Het is gewoon de cultuurverschil of de taalbarrière. En soms die hulp is niet aangeboden, omdat het een lange traject of een lange proces die bewoner of die mensen moeten volgen. En dan wordt die probleem groter en groter. Terwijl hebben ze wel een plek nodig of iemand die laagdrempelig kunnen hun helpen, zodat het de probleem zo snel mogelijk opgelost is. Dus door samenwerken met zo'n organisatie kan je ook vermijden dat de hulp is niet aangeboden of aangeboden op tijd of soms is het gewoon niet nodig. Alleen de communicatie is de issue. Dus de verbetering van de organisatie ook door samenwerken met mensen om wie het gaat, met mensen met een migratieachtergrond, met zo'n organisatie is zie ik de oplossing voor inderdaad hoe je de meerwaarde schetst. Hè? En inderdaad als het dan via sleutelpersonen is of ervaringsdeskundigen of via migrantenorganisaties die zichzelf georganiseerd hebben ook. Dat zijn allemaal vormen inderdaad waarin dat zou kunnen. Dat is maar heel mooi. Ik wil heel veel kijken naar het publiek. Misschien zijn er wel vragen aan Sally en Soerin.
Ik zou nog de don'ts doen. Ik heb de do's gedaan en de don'ts, maar dat komt straks. Ja. Ik zie ondertussen geen handjes omhoog gaan in de zaal. Ik zie de chat zelf niet, maar mocht je een vraag hebben, doe je handje even omhoog. Maar de don'ts, Soerin, wil je die nog aanvullen? Ja, wat belangrijk is, aansluitend ook, ik ben de dame die voor mij spreekt, haar naam... Sally. Ja, Sally. Dat de hulpverleners niet tegenover elkaar komen te staan. Hè. Dat is dan samen optrekken om elkaars expertise te gebruiken. Als je kijkt in de Schilderswijk hier in Den Haag, wij hebben de Nustaanse gezinnen. En het moment dat, daar heb je beneden, kan je aanbellen. En het moment dat daar iemand met een blanke huidskleur, dat heb ik over de Hollanders, aanbelt, dan heb je grote kans dat er niet open wordt gedaan. En ze zijn bang. Als dat in samenwerken met zo'n zelforganisatie, neem bijvoorbeeld, je gaat naar een Nustaanse gezin. En ik ga mee, of een andere collega van mij. En die belt aan en je staat naar die persoon. De drempel wordt al voor 50% naar beneden gebracht dat die persoon dit doet. Want die ziet een herkenbaar iemand daar en die vertrouwt die persoon meer dan die ander. Dat is nou eenmaal een feit. Dat is nou, de vertrouwen is kwijt in het ambtelijk apparaat en alles wat erachter staat. Dat heeft het met huiselijk geweld te maken. De eerste gedachte wat bij de mensen opkomt, ben ik mijn kinderen kwijt. Dat soort dingen zijn er tussen de oren van mensen. Dus maak gebruik van die organisatie, van de mensen, sleutelfiguren als ervaringsdeskundigen, die de kleur hebben waar de andere die dat ook heeft, dat verlaagt de drempel met z'n allen om dat te doen. Ja, ja. Ik ben helemaal met je eens, Soerin. Want ik werk ook als lotenpersoon voor de nieuwwet en borging. En ik ga samen vaak met een borgingconsulent of financiële ontzorger. En vaak heb ik het verhaal, ik heb een hele verhaal gehoord van de cliënt bij Wobit. Omdat hij herkent dat ik ben iemand van de doelgroep in plaats van een ambtenaar of iemand die werkt voor de regering of in de gemeente. En het is gewoon, gewoon binnen 1 minuut heb ik een hele verhaal. En soms binnen 1 minuut heb ik een hele probleem, complexe probleem opgelost met gewoon soms een term gebruiken in plaats van een andere term. Dus het kan ook soms zijn, zoals je zei, heel kleine dingen die een grote verschil en impact heeft op het samenwerken en communicatie, maar ook de resultaten en implementatie van de interventies zelf. En die organisatie die is aangeboden voor de cliënten, voor de mensen, zorgen voor meer stress in plaats van minder stress. En vooral als het gaat over kinderen en situatie thuis, dan gaan ze meteen terug en gewoon de deur sluiten. We willen geen hulp, het is alleen maar prima, gaat goed. En terwijl ze aan het aanleiden en dat ze heel veel stress hebben. En omdat ze stress hebben, hebben ze ook minder, ze zijn in isolatie, ze hebben minder netwerk en ze hebben meer gezondheidsproblemen. Het is gewoon cirkel van gevolgen, ja. Terwijl de oplossing kan heel erg simpel zijn. Ik denk dat het ontstaat vanuit het vertrouwen. Hè? Dus vertrouwen in degene die tegenover je zit aan tafel. En ik denk dat dat een heel mooie meerwaarde ook van sleutelpersonen is. Ik wil dan nog één laatste vraag aan jullie stellen voordat we overgaan naar het volgende blokje. Over het vertrouwen, Tom, heb je net over gehad. Wat gebeurt er in ons land hier? Het politieke vertrouwen kwijt. Het heeft helemaal impact op onze koningshuis. Ja. Dus het heeft allemaal te maken. En als het vertrouwen sterker en beter wordt, dat werkt allemaal terug naar de gemeenschap. Precies. Dat is, daar moet ook steeds meer aandacht. Hou het vast en daar moeten we veel meer in gaan investeren. Vertrouwen is de basis tot oplossingen. Helemaal mee eens. Inderdaad, vertrouwen als sleutel voor een goede samenwerking, voor een goede samenleving ook. Ik wil nog één vraag stellen voordat we overgaan naar het volgende blokje. Want we hadden het net even over sleutelpersonen. Hè. En stel, ik ben nu een gemeente en ik wil heel graag ook sleutelpersonen voor mijn aanpak. Of voor mijn plan of voor mijn beleid of überhaupt in alles wat ik doe betrekken. Hoe kan ik sleutelpersonen vinden of waar kan ik die vinden? Sally, kun jij daar iets over zeggen? Vaak bij de groep zelf. Dus soms is het zoeken van waar doen de mensen vrijwilligerswerk? En
Via via kan je hun bereiken, maar soms zie je dat mensen in de bibliotheek vragen over wat kunnen wij doen, zitten gewoon te tolken of soms vaak in moskeeën of kerken. Maar ook scholen bij ROC vind ik heel veel mensen die gemotiveerd zijn om iets te doen. En ze hebben wel tijd en energie om dit te doen. Maar ze weten eigenlijk ook die weg niet. Dus misschien als het wordt duidelijk doorgegeven dat wij zoeken bij de gemeente of bij deze organisatie, vrijwilligers of slotenpersonen, dan kunnen ze wel ook beter die mensen bereiken. Maar vaak is het scholen of bibliotheken en diverse organisaties hebben wel een netwerk van slotenpersonen. Dus we kunnen wel ook die mensen goed bereiken. Precies. Nou, we hebben dus een netwerk met wat sleutelpersonen waar je in kunt zoeken. En dan is inderdaad de boodschap van ga vooral naar de plekken toe waar je denkt deze mensen te kunnen vinden. En heb daar een heldere boodschap om eigenlijk gewoon sleutelpersonen te zoeken. Want er is veel bereidbaarheid, hoor ik je zeggen. Bijvoorbeeld is dan, als je kijkt naar voorbeelden, we hebben hele goede contacten binnen de Hindoestaanse of de Surinaamse moskeeën en de tempels en de kerken. Stel je zou iemand hebben van die, dan kunnen wij ook de contactgevens delen van die benader die. Want die is wat meer toegankelijker dan de ander, omdat die andere het veel drukker heeft. Dus dat soort dingen kan je ook die kennis ook met elkaar delen. Dus, ja. En VARA is net wat je zegt, een gigantisch netwerk met veel van onze kennis die daar ook via opgeleid via jullie. Daar zijn we ook dankbaar voor. Wij bijvoorbeeld hebben daar ook gebruik van gemaakt. Binnenkort worden nog twee opgeleid door Inge. Dus ja, het komt allemaal ten goede weer van de gemeenschap. Hoe meer je deskundigheid in die organisaties brengt, hoe beter het ten goede komt van de orde van de mensen, van de achterban van deze organisaties. Dus daar is ook, ook een pre in. Mooi, ja. mooi punt. En nou, daar wil ik hem voor nu eventjes heel mee afronden. We hebben een vraag in de chat. Wat zijn voordelen van aparte sociale kaart voor migrantenorganisaties? Dus kunnen wij dit kort, voordat wij naar de volgende blok... Dan doen we dat als afsluiter. Vind ik een mooie afsluiter. Ja. Wil jij hem beantwoorden, Sally? Een kortere weg voor mensen bereiken. Gewoon een snelle, kortere weg, effectieve weg. Want je hebt wel, zoals Sorin zei, de gegevens. Je weet op welke thema kan je die organisatie benaderen. En welke doelgroep ga je bij de organisatie bereiken. Dus gewoon kortere. Kortere. En het stimuleert van die organisaties om daar hun gegevens te plaatsen. Want het is van hun. Daar zijn ze meer bereid toe. En ze zijn ook makkelijker in, heb je onze gegevens nodig? Ga naar de sociale kaart, daar staan wij. Dus het promoot zichzelf. Maar dan moet je wel, als je nu iemand naar de sociale kaart zoekt, ga voorbezoeken. Nou, dan moet je gaan intoetsen. Dus het is wat langdradiger. Het kan korter en effectiever. Dat is het doel erachter. Goed, mooi punt. Oké, ik wil hem voor nu echt even afsluiten. Jullie blijven vandaag de hele webinar, zijn jullie erbij. En jullie zullen na ieder blokje reflecteren. Ja, hartstikke welkom. Want volgens mij is dit hartstikke waardevol om jullie reflectie steeds te horen op de stukken die wij eigenlijk vertellen. Maar ik wil nu even het bruggetje maken naar het volgende onderdeel. Namelijk naar Nori Balkom van de gemeente Den Haag. En die is actief rondom gezond en gelukkig Den Haag. Een community-up aanpak. We zijn hier vandaag met veel mensen bij elkaar die druk bezig zijn met het schrijven van hun spukplannen. En we willen jullie daarom ook graag wat inspiratie bieden over hoe je dan die samenwerking met inwoners rondom gezondheid, preventie en uiteindelijk ook het terugdringen van gezondheidsverschillen natuurlijk kunt vormgeven. Nori, daar kun jij volgens mij ons ontzettend in inspireren. Kun jij jezelf kort voorstellen aan ons? Ja, goedemorgen allemaal. Superleuk dat ik erbij mag zijn. Vooral na deze twee inspirerende sprekers. Ik ben Nori van Balkom en ik heb nog niet de toegang tot de presentatie op dit moment, Tom. Ik weet niet of dat tijdens mijn voorstelrondje geregeld wordt. Klopt dat? Je microfoon staat ook uit nu. Dat klopt. Ik ga het voor jou regelen. Dus als jij gewoon je verhaal pas begint, dan komt hij jouw kant op en dan kun jij zo klikken op... Hartstikke goed, super. Mijn naam is Nori van Balkom. Ik werk voor Gezond en Gelukkig Den Haag en de GGD Haaglanden.
Onderdeel van Gezond en Gelukkig Den Haag is de gemeente Den Haag, maar ik werk niet voor de gemeente Den Haag, anders dan mijn e-mailadres doet vermoeden. Ik zou graag wat meer vertellen over Gezond en Gelukkig Den Haag. Het is eigenlijk een beweging aan verschillende organisaties die zich inzetten voor een gezonder Den Haag. Organisaties die zich sowieso al bezighouden met gezondheid, zoals bijvoorbeeld de GGD, verschillende zorgaanbieders, eerste lijn zorgaanbieders, maar ook de grote ziekenhuizen in Den Haag, zorgverzekeraars, maar ook de organisaties die zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor gezondheid, zoals de welzijnsorganisaties, maar ook netwerken binnen de stad. Ik ben daar betrokken als bruggenbouwer en daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. En daarnaast werk ik dus ook voor de GGD. Dus ik heb een dubbele. Ik krijg mijn salaris van twee verschillende partijen. Maar ik heb wel dezelfde opdracht in beide rollen. En dat is denk ik wel een kenmerkend voor de beweging waar we in zitten. Waarbij we steeds meer op een brede manier naar gezondheid willen kijken. Vanuit de behoeften van bewoners. En daarom noemde ik net ook al dat ik het zo leuk vind om te horen van de sprekers voor mij. Hoe zij daarin staan. Want dat is precies de opgave waar ik mee aan het werk ben. Ik zou graag doorklikken. Of misschien kan iemand anders het voor me doen. Ja? Dat kan sowieso, maar je kunt linksbovenin klikken op krijg besturing. En dan krijg je de besturing op de presentatie als het goed is. Er staat dat het beheer aanvragen is uitgeschakeld. Door jullie bedrijf. Buiten het parel zit inderdaad. Dan gaan wij voor jou doorklikken. Ik kan hem ook zelf delen als dat nodig is. Is dat handig? Mag. Dit, wat jij fijn vindt. Ja, ga ik hem even zelf openen snel. En dan... Momentje hoor jongens. We zijn het weer helemaal verleerd na corona om... Techniek is altijd fijn als het werkt. Hè? En als het dan net even anders loopt dan dat je zou willen, dan ziet het er soms een beetje rommelig uit. Maar dat is ook wel weer de charme van zo'n webinar, denk ik dan. Want anders krijg je zo'n saai zakelijk verhaal. En dat willen we ook allemaal niet. Precies. Even kijken hoor. Dan... Ik zit ook, dat is ook wel leuk om even te noemen. Ik werk dus echt in de wijk, in Den Haag Zuidwest. Dus ook in Moerwijk, waar net al over gesproken werd. En ik zit dus nu in de auto van een collega. Dat zien jullie misschien op de achtergrond. Omdat de ruimte waar ik eigenlijk in zou zitten, voor veel belangrijke dingen, op dit moment bezet is. Zien jullie nu mijn scherm? Top. Ik kan jullie nu niet meer zo goed zien. Dus als er wat is, steek even een handje of even je microfoon aan om het te laten weten. Dit is de slide die ik nu wilde laten zien. Ik werk dus voor de Preventiecoalitie van Gezond en Gelukkig Den Haag. En het doel van de Preventiecoalitie is om de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen. We weten allemaal dat de gezondheidsverschillen helaas steeds groter worden. In Den Haag zijn die contrasten enorm. Dat willen we doen door op een andere manier aan gezondheid te werken. Echt anders werken, anders samenwerken, ook anders financieren. We werken community up. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen wat dat precies betekent. En we hebben eigenlijk ik doe dit werk nu anderhalf jaar in deze samenstelling. En we hebben eigenlijk twee mantra's die we inmiddels echt inzetten. En de eerste is ongelijk investeren voor gelijke kansen. We komen er steeds meer. De gemeente Den Haag heeft de neiging om stadsbreed beleid te maken. Dat hoorden we net ook al bij die andere sprekers. Iedereen krijgt dezelfde brief thuis. Iedereen krijgt hetzelfde foldertje. Maar ook hele concrete voorbeelden. Alle scholen in Den Haag krijgen ondersteuning maatschappelijk werk. Ondersteuning vanuit maatschappelijk werk krijgen allemaal. Ik noem even wat hoor. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar 1 FTE. Dat is dan voor elke school in Den Haag op dezelfde manier geregeld. Terwijl scholen in de Vogelwijk dat misschien wel helemaal niet nodig hebben. En scholen in wijken als Moerwijk er eigenlijk misschien wel 3 nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat er een gezonde, eerlijke start is op de basisschool. Dus we proberen steeds meer dat mantra ook verder te brengen binnen de beleidsafdeling. Van wil je die gezondheidsverschillen verkleinen, dan moet je ook ongelijk gaan investeren.
En de tweede is Health in All Policies. Die zal jullie ook niet nieuw zijn. Maar het gaat erover dat we het gezondheidsprobleem niet alleen met volksgezondheidsbeleid kunnen gaan oplossen. Volksgezondheid gaat over armoede, gaat over kansengelijkheid, gaat over hoe je leefomgeving eruit ziet. Het is veel breder dan alleen maar kijken naar, kunnen mensen aan een bepaalde leefstijlinterventie meedoen om zich gezonder te voelen? Daar hebben we dus veel meer mensen voor nodig die zich niet alleen probleemeigenaar voelen, maar ook eigenaar van de oplossing. Dus daar werken we aan. En dat is ingewikkeld. Even kijken of ik hem weer door kan klikken. Ja. Ik ben dus bruggenbouwer. Dat is de titel van mijn functie. Die noem ik eigenlijk nooit zo, omdat het heel veel vragen oproept. Maar inmiddels begin ik hem steeds meer te omarmen, omdat dat wel echt is wat ik aan het doen ben. Ik heb de opdracht gekregen om veel meer de verbinding tussen leef- en systeemwereld vorm te geven, dat dichter bij elkaar te brengen. De leefwereld van bewoners in Den Haag Zuidwest en de systeemwereld aan de binnenkant van onder andere de gemeente, maar ook binnen de zorgverzekering, systemen en de GGD. Het helpt bij mij heel erg dat ik zelf ook in Den Haag Zuidwest woon. Dus ik ben ook ik ben ook gewoon een buurvrouw, zeg maar. Ik ben zelf vroeger ook ik ben in armoede opgegroeid, dus ik weet ook hoe het is om niet zoveel geld te hebben. Dat is, veel buurtbewoners hebben dat op dit moment ook. Ik ben daar, dat geldt voor mij gelukkig niet meer, maar ik weet wel hoe het geweest is. Ik sta dus een beetje met één been in die leefwereld en één been in die systeemwereld. Ik werk al een tijdje, ik heb een tijdje bij de gemeente Den Haag ook gewerkt, dus ik ken de wereld daar ook. En ik hou me bezig met de transitie van aanbodgericht werken. En dan moeten jullie denken aan wat net eigenlijk ook al genoemd werd. De traditionele folders, de traditionele brieven. Een voorbeeld vanuit de GGD over hoe je je tanden moet poetsen of hoe je gezond moet eten en welke groenten en fruit je daarvoor zou kunnen uitkiezen. Gechargeerd hoor, want ik weet dat de GGD daar allemaal ook heel veel mee bezig zijn om dat niet meer zo te doen. Maar veel meer naar een behoeftegericht werken. Wat is nou de behoefte van mensen in zo'n wijk? Waar willen zij, op welke manier kunnen zij zich gezonder voelen? En waar moeten wij dan mee aan de slag vanuit dat systeem? Ik geef mijn werk vorm door te experimenteren. Dus ik probeer op heel kleinschalig niveau projectjes op te zetten om te laten zien wat de impact is als je dat op een andere manier aanpakt met elkaar. En daar vervolgens vanuit te gaan opschalen. En dit is mijn lievelingsstukje om te noemen. Ik vind het heel erg leuk om te pingpongen tussen praktijk, tactiek en strategie. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je in de praktijk met iets aan de slag moet met mensen uit de wijk. Om vervolgens het tactisch en strategisch niveau daarin mee te nemen. Je hebt voorbeelden nodig, je hebt successen nodig om te laten zien dat het anders moet. En dat leidt uiteindelijk tot beleidsbeïnvloeding, waarbij we dus willen sturen op, hey, we hebben dit nu op een andere manier gedaan. We hebben daar andere samenwerkingsstructuren aan verbonden. Hoe kunnen we dit nu verduurzamen met elkaar? Dan het community upwerken. En dat is het allerleukste van mijn werk. Ik werk samen met bewoners en wijkprofessionals. En dat is niet vanuit mijn kantoortje bij de GGD. Zoals ik net al zei, ik zit nu in de auto voor een grote ruimte waar welzijnswerk in zit. Ik ben eigenlijk altijd in de wijk. Ik ben eigenlijk nooit op kantoor te vinden. Sommige van mijn collega's vinden dat heel ingewikkeld. Ik zit altijd waar het werk ook is. Bij de welzijnspartners, in de buurtkamers, in de bibliotheek, op dat soort plekken. Omdat ik met bewoners samenwerk. En dan moet je denken aan bewoners die in een buurtkamer zitten. De coördinator van de moedergroep, Jamila heet zij, werk ik heel veel mee samen. Maar ook met de kerkgemeenschap die net al werd genoemd. Ik doe dat dus door ook op plekken te zijn waar bewoners al zijn. Toen ik net begon was dat veel in speeltuintjes, bij tramhalten, supermarkten. Gewoon door met mensen op een laagdrempelige manier zonder agenda in gesprek te gaan. Hoe voel je je? Waar zit je mee? Wat speelt er in je leven? En niet, ik kom vanuit de GGD of ik kom vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag jou vragen hoe het met jouw gezondheid is. Belangrijk punt is om de regie in de wijk te laten. Dus we proberen er echt voor te zorgen dat de wijk bepaalt waar de prioriteiten liggen en dat we daarmee aan de slag gaan. Maar niet dat het dan
En dat hoorde ik net ook al in de vorige gesprekken, dat stukje ophalen. Je wil niet naar levensverhalen vragen, weten wat er allemaal misgaat en dan weer vertrekken met die verhalen zonder daarop terug te komen. We willen het ook echt samen vormgeven. Dus het is veel meer dan ophalen. Het is echt samenwerken vanuit die prioriteiten die aangegeven worden. En de laatste, en die kwam net ook al terug in de eerdere bij de eerdere sprekers, is het spreken van de taal van de wijk. En dat is niet dat je één keer die taal leert, zoals je een traditionele taal leert. Maar dat is constant met elkaar in gesprek blijven over definities, over woorden, over hoe bepaalde zaken bedoeld worden. Dat ophalen is trouwens een goed voorbeeld daarvan. In Moerwijk is iedereen heel erg allergisch voor het woord ophalen. En dat snap ik inmiddels ook, omdat heel veel onderzoekers zo'n wijk inkomen, iets komen ophalen en eigenlijk nooit meer daarmee terugkomen. Dus dat is een van die woorden die we echt proberen te vermijden. Maar je hebt het ook met positieve gezondheid bijvoorbeeld. Daar is vaak ook discussie over dat mensen zeggen, ja, dat klinkt alsof het dan altijd maar goed met je moet gaan, omdat het woord positief daarvoor hangt. Nou, dus dat zijn altijd dingen waar we heel erg bewust mee omgaan en bij stilstaan. Dan de bouwstenen. En ook deze heb ik eigenlijk al heel erg teruggehoord. We werken samen met bewoners en wijkprofessionals. Dus niet alleen professionals vanuit de beleidsafdelingen, maar juist de jongere werkers, de oudere werkers. De coördinatoren van die moedergroepen, maar ook huisartsen uit de wijk, fysiotherapeuten uit de wijk, buurtsportcoaches. We doen het samen, dat is letterlijk. Dus we schrijven ook samen plannen. We gaan samen brainstorms organiseren. Het is echt vanaf het begin wat de dame, Sali heet ze volgens mij, net ook al zei. Het is niet alleen ergens in een bepaald moment in het proces mag je even meedenken. Maar het is echt vanaf het begin met elkaar aan de tekentafel zitten. Verantwoordelijkheden ook daarin met elkaar uitdelen. Je moet ook beseffen dat wij dus ook vaak betaalde opdrachten geven. En daar moet je soms hele ingewikkelde constructies voor verzinnen. Maar aan wijkbewoners die dan bepaald onderzoek oppakken of die een bepaalde projectleidersrol op zich nemen. Soms is het gewoon veel handiger om die rol bij iemand neer te leggen die een andere expertise heeft dan dat ik heb of dat een van mijn collega's heeft. En daar moet je dus ook gewoon voor gaan betalen. We werken samen aan vraagstukken uit de wijk, met de wijk en de buurtnetwerken als basis. Wat ik net, die moedergroep die ik net al noemde, is daar een mooi voorbeeld van. Je ziet heel vaak dat de gemeente bijeenkomsten organiseert om input te krijgen over, ik noem even wat, emancipatie. Terwijl er enorme groepen vrouwen zijn diezelfde emancipatie waarbinnen het stadhuis over gesproken wordt al volledig in de praktijk aan het uitvoeren zijn. We proberen dat dus steeds meer om te draaien. Nee, je gaat niet een bijeenkomst organiseren. Je gaat een keer een kopje thee drinken bij het ontbijt wat die vrouwen wekelijks hebben. En daar gewoon luisteren hoe dat gaat. En met elkaar in gesprek gaan over hoe je elkaar kan versterken. Dus we proberen het echt om te draaien. We starten bij bewonersinitiatieven en informele ondersteuning. Dat is om daar een voorbeeld van te geven. In een van de buurtkamers in Moerwijk werd wekelijks een lunch georganiseerd in samenwerking met de participatiekeuken. En de verschillende bewoners gaven aan dat ze graag wat meer tools zouden willen om gezonder te eten. En vooral hoe kan je op een goedkope manier gezonder eten. Dan gaan we niet iets nieuws starten en daar een voorlichting over geven. Maar dan gaan we kijken, oh, die lunch die jullie hebben, kunnen we daar iets mee? Kunnen we met vrijwilligers ook iets gezonds daaraan gaan toevoegen? En kunnen we daar het gesprek over aangaan? Nou, dat is nu een hele succesvolle samenwerking. Waar wekelijks met een enorme groep mensen het gesprek over gezondheid en lekker in je vel zitten wordt gevoerd. Terwijl er ook heel praktisch voorbeelden zijn over hoe je room kan vervangen door Griekse yoghurt bijvoorbeeld. Dus dat zijn hele kleine, dus op papier hele kleine stapjes, maar die in zo'n wijk een enorme impact hebben. En we sluiten met onze formele netwerken aan bij de informele netwerken. Dus er is natuurlijk, wat ik aan de voorkant ook al noemde, van allerlei belangrijk aanbod over hoe je kan stoppen met roken bijvoorbeeld. In plaats van dat maar ergens constant te willen laten zien of brengen, moet je ook dat weer omdraaien. Dus ik sprak laatst bij een iftar, dus het is nu natuurlijk Ramadan, bij een iftar sprak ik een aantal moeders die met hun dochters bij een iftar kwamen. En die gaven aan dat ze zich zorgen maken over het vape
gedrag van de hun dochters. Nou, dan is dat een mooi haakje om met elkaar in gesprek te gaan. Wat voor vragen heb je daar dan over? Welke zorgen heb je daar dan over? En wat kunnen wij vanuit bijvoorbeeld een GGD daarin betekenen? Kijken, ik moet elke keer... Ja, ik heb ook een aantal voorbeelden voor jullie. Jullie krijgen deze presentatie ook nagestuurd. Dus er staan wat achter de blauwe letters, staan wat linkjes naar video's en websites en informatie waar het veel uitgebreider toegelicht wordt dan wat ik nu in deze korte tijd kan doen. Hierboven zien jullie allerlei foto's van hoe het eruit kan zien. En soms is dat groots en meeslepend. We hebben bijvoorbeeld vorige week een bijeenkomst gehad met kinderen tussen de 7 en de 13 jaar die met Lego een gezonde wijk mochten bouwen. Nou, dat vraagt wel wat organisatiekracht aan de voorkant. Maar we hebben ook, en dat zie je helemaal aan de rechterkant bij het rechterplaatje en ook bij de stoepkrijt en eigenlijk de rest van het plaatje zo ongeveer. Het kan ook heel klein zijn. Dus je kan ook gewoon, zonder dat je dat van tevoren helemaal hoeft op te tuigen, met je spulletjes, hier in dit geval waren het vooral campingspullen die we meenamen, ergens in de wijk gaan staan en het gesprek aangaan met mensen over wat voor hun belangrijk is. Het stoepkrijt wat je daar ziet, was dat ik heb ik aan kinderen gevraagd van wat zou je... Als je mag tekenen, wat zou je dan nodig hebben in je wijk om je gezonder te voelen? Nou, er kwam dus veel meer groen, hinkelpaden kwamen eruit. Van alles en nog allemaal hele leuke creatieve ideeën. Die jullie dus ook nog terug kunnen lezen. Ik heb geen idee, Tom, hoe ik in de tijd zit. Dus als het te lang duurt, moet je me een seintje geven. Nog enkele minuten, 2 minuten. Oké. Nou, ga ik gauw door. Ik heb wat aandachtspunten voor jullie opgeschreven die wij al uit onze werkwijze hebben gehaald en waar we nu ook mee aan de slag gaan verder. Een van de allerbelangrijkste is dat je, wil je deze manier van werken goed vormgeven, dan moet je samenwerken op alle lagen met vanuit expertise. Dus nogmaals, de eerste stap is, wat is de behoefte uit zo'n wijk? Daar moet het over gaan, maar daar moet het dus ook op alle lagen over gaan. Niet alleen met mij, maar ook met mijn beleidscollega's en tot aan de bestuurders. En dat is misschien wel het meest ingewikkelde. Omdat daar zit natuurlijk een strakke portefeuilleverdeling in met allerlei politieke behoeftes die daar omheen zitten. Het is echt belangrijk om... Nou, weer in dat kader van health and all policies, om dat echt samen met elkaar te doen. Dus daar moet je iedereen op meenemen. Dat vraagt best wel wat tijd. En nieuwsgierigheid ook wel. Want het is, ja, die verhalen moeten wel verteld worden zonder dat het vervelend wordt voor die mensen om constant weer dat verhaal te moeten vertellen. Dus ook, en dat is denk ik nog wel een hele belangrijke die ik niet heb genoemd, je moet ook meteen in de actie komen. Dus ik heb eigenlijk een soort potje met geld waarmee ik als mensen iets aangeef van dit is voor mij echt belangrijk en daar kunnen we op zo'n manier snelle stappen in maken, heb ik een potje met geld waarin ik dat meteen kan inzetten, dat mensen ook meteen het gevoel krijgen zij neemt mij echt heel serieus en we moeten hier iets mee doen. En als ik dit vertel, heb ik daar invloed op. En dat, nou ja, ook wat ik net ook al hoorde van de heer die voor mij sprak, dat wekt ook, dat helpt om het vertrouwen te verstevigen. Rondom de politiek en de gemeente. Even kijken, weer eentje verder. Oh ja, het volgende is het kwantitatief en het kwalitatief monitoren. Binnen de overheid zijn we heel erg gewend om allerlei normen aan interventies te hangen die vooral kwantitatief zijn. Hoeveel mensen zijn er zoveel kilo afgevallen? Hoeveel groepjes zijn er in beweging gebracht? Dat zijn normen die we traditioneel kennen. Maar dit is natuurlijk een andere manier van werken die je ook op een andere wijze mag gaan monitoren. Sterker nog, dat moet wel om de echte impact ervan te kunnen laten zien. En ik pleit er dus steeds meer voor dat die ervaringsverhalen evenveel waarde krijgen als de normatieve kant die daaraan zit. Dus data is natuurlijk heel erg belangrijk en beleid en onderzoek is heel erg belangrijk. Maar die ervaringsverhalen van deze experts, want dat is wat ze zijn, zijn even belangrijk. En die mogen naast elkaar bestaan en naast elkaar kunnen ze ook veel meer voor elkaar betekenen. En het laatste puntje is ook heel belangrijk. De resultaten die we boeken zijn vaak een optelsom van allerlei verschillende interventies. Dus het is veel moeilijker om aan één interventie te hangen. Oh ja, dit is de impact die we daarmee hebben gemaakt. Het is de samenhang van alle samenwerkingen en alle initiatieven die in zo'n wijk spelen. Dus dat is nog meer een roep om samenwerken.
En dat is mijn laatste punt. Ik ben heel benieuwd of jullie vragen of opmerkingen hebben. Ik ga dit even sluiten, dat ik jullie ook weer kan zien. Jullie krijgen dus de presentatie nagestuurd, dus maak je geen zorgen over dit soort informatie. Dat komt weer bij jullie terecht. Hartstikke fijn, Nori. Dankjewel. En volgens mij een heel mooi, misschien wel een oproep zelfs aan gemeenten, hè? Om ja, ook echt goed rekening te houden met inwoners in plannen en eigenlijk misschien daar wel gewoon te starten en dat in al die lagen mee te nemen. Super fijn. Ja. Er is wel een vraag eigenlijk, Tom en Nori, in de chat. Ja. Ik ben wel benieuwd naar... Oeps. Ik ben wel benieuwd naar de kwalitatieve monitoring. Is er meer dan ervaringsverhalen? En hoe kun je de ervaringsverhalen combineren om tot een complete plaatje te komen? Of is dat niet nodig? Ja, ik denk dat er zijn allerlei manieren om kwalitatieve monitoring te doen. Je kan ook diep. Dus er zijn allerlei onderzoeksmethoden om dat op een slimme manier te doen. En die moet je denk ik ook gewoon gaan combineren om dat extra gewicht te geven. Waarom ik het zo specifiek benoem is, ik vind dat ervaringsverhalen te snel worden afgedaan als individuele verhalen. Terwijl, en ik denk dat Sali dat ook kan bevestigen, dat zo'n ervaringsverhaal, iemand die dat vertelt, dat is veel groter dan één individu. Dat heeft namelijk vaak te maken met wel de data die eronder ligt, namelijk hoeveel verdienen deze mensen, hebben ze schulden, welke problematieken vind je achter de voordeur, et cetera, et cetera. Dus daar zijn allerlei manieren voor om dat groter te maken, maar je moet ze wel dezelfde waarde durven geven met elkaar. Ja, mooi volgens mij. En in de chat worden ondertussen ook goede tips gegeven over een manier waarop je dat dan kunt doen. Hè? Impactonderzoek, actiegericht onderzoek. Volgens mij hartstikke waardevol. Inderdaad, denk ik ook een thema om met elkaar over door te denken. Inderdaad, hoe maken we verhalen net zo waardevol als de cijfers? En dat is niet iets wat we alleen met elkaar moeten vinden, maar inderdaad ook in de bestuurlijke lagen. Wat voor een waarde wordt daar gegeven aan cijfers en aan verhalen? Volgens mij een heel mooi verhaal. Zo, even denken hoor. Kijk heel even naar Sali en Soeren. Hebben jullie nog een reflectie hierop of iets wat jullie zouden willen meegeven als uitsmijter? Of kunnen we door naar het volgende onderdeel? Ja, ik wil gewoon bevestigen dat het wijkgericht is heel belangrijk. Want in één wijk heb je een doelgroep die is niet bereikt, bijvoorbeeld ouderen. En in een andere wijk is het dan de jongeren en in een andere wijk vrouwen. Dus je moet op lokale niveau of op de wijk of de buurtniveau kijken van wat hebben wij hier nodig? En wat kunnen ze ook aan de gemeente en de welzijnorganisatie teruggeven of doen, participeren van zijn... ze zijn ook ervaringsdeskundigen en ze weten hoe moeten ze ook iets aanbieden. En vaak hebben ze ook de energie en de motivatie en de zin om iets te doen. Kijk wel op de wijk, wat is nodig om te doen? En dat is heel herkenbaar. En ik heb ook gelezen dat vrouwenzwembad of zo, die heb ik ook uit het onderzoek van mentale gezondheid ook een paar... wijken ook gehoord dat die zwemmen, de vrouwen hebben wel zin om naar de zwembad te gaan, omdat ze hebben niet een bepaalde tijd die alleen maar voor vrouwen is, dus ze gaan niet, maar ze hebben het heel veel nodig, ze hebben het wel doorgegeven en meer dan één wijk, die hebben wij ook in Tiel genoemd. Ja. Dus ja, dat is een heel politiek thema. Ik heb ook even we hebben een jaarverslag geschreven over het afgelopen jaar. Die heb ik even gedeeld in de chat. Ook dat jaarverslag is op dezelfde wijze geschreven, dus met bewoners. Dat is niet, ik hou zelf ook helemaal niet van schrijven, maar ja, dat is ook dat pingpongen op tactisch-strategisch niveau. Je moet soms dingen schrijven, wil je het laten gelden. Dus dat hebben we wel op zo'n eigen manier aangepakt, dus met bewoners gedaan. En daar lees je dus ook wat meer terug over dat vrouwenzwemmen. We zitten er middenin en het is net een soap. Dus ik ben benieuwd of ik daar binnenkort wat meer over kan vertellen. Spannende soap, denk ik. We zijn heel benieuwd wat eruit komt. En Soerin, jij hebt je handje opgestoken. Jij wil denk ik ook nog even. Ja, ik denk net wat Nuri zei, Nuri werd het ook in Noerwijk begrepen. Nuri kent de wijknetwerken daar. Hè. Ja. Noerwijk en Morgenstand hebben twee wijknetwerken. En als het niet zo is, moet je dat aangeven. Het is een volledige netwerk, alleen maar met professionals die komen halen onderling. Exact. Vergaderen.
en zijn weer weg. Ja. Kennis die daar is, blijft binnen de professionele wereld. Er wordt niet doorgedeeld met de zelforganisatie die in die wijken zeg maar, actief zijn. Dus daar is helemaal geen mes daarmee. En dat is precies een voorbeeld van, hè, je hebt een hele professionele netwerk die onderling kennis delen. Maar degene die het moeten uitvoeren, die achter de voordeur moeten komen en dat soort dingen allemaal, die zitten er gewoon niet bij. Ja, ik ben het met je eens, Soerin. Gelukkig merk je dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat er nieuwe netwerken ontstaan, veel meer vanuit de buurt. Waarbij het dus wel veel meer een kwestie van geven en nemen is. En, waar, en uiteindelijk ook veel meer samenwerken. Daar zijn we ook nog niet overal heel goed in, hoor. Maar dat is een ontwikkeling die steeds meer gebeurt. Maar ja, je hebt gewoon heel veel organisaties die traditioneel daarin zitten, komen vertellen wat ze doen en weer verdwijnen. En soms af en toe nog eens aanhoren wat de rest doet. Maar ja, dat is. En ik vind het ook lastig, hoor, want het. Je kan het heel veel mensen namelijk ook niet kwalijk nemen, want onze aansturing in al die verschillende systemen is nog zoals het 20 jaar geleden was. Hoeveel mensen heb je geholpen? Hoeveel folders heb je uitgedeeld? Hoeveel brieven heb je gestuurd? Ja, dat is niet meer van nu. En dat is, ik denk dat het echt randvoorwaardelijk is om de transitie waar we in zitten te versnellen, dat dat veranderd wordt. Precies, ik denk dat het even. Hoe sterk FOBA zelf vertegenwoordigd is. We zitten nu in Eskamp. In 3 wijken zijn we actief. Die zit niet bij die netwerk. Waarom ik deze kennis heb, is omdat ik als voorzitter van de wijkbeurs daar wel vertegenwoordigd ben. Dus ik krijg die kennis daar mee. Maar organisaties als FOBA's, ik ben dan in dit geval van beide. Dat soort organisaties die een sterke achterband hebben, die zijn daar niet. Dus die kunnen die kennis daar niet halen en meenemen en teruggeven aan de burgers. Dat doe ik dus daarmee. En dat kan allemaal efficiënter en beter en dat soort dingen allemaal. Precies. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor dit stukje. Want we hebben qua tijd zitten we een klein beetje krap. Dus ik ga proberen iets in te halen. Nori, hartelijk dank voor de presentatie. Sally Soerin voor de reflectie op het stuk. Ik wil eigenlijk door met het volgende stukje. De presentatie van mijn collega Karima Bazi. Want wat we net horen, dat vraagt natuurlijk best wel veel van zo'n gemeentelijke organisatie. Maar het levert ook heel veel op. Daar zijn we volgens mij allemaal over eens. Maar Karima, jij gaat ons meenemen langs ja, ook een beetje de basics misschien wel en wat dat dan ook betekent voor je gala en spukplan. Van hoe doe je dat dan? Tom, bedankt voor de introductie en Nori en Soerin en Sally ook heel erg veel dank voor jullie mooie praktijkervaringen en de praktijkvoorbeeld uit Den Haag, Nori. Het sluit heel erg aan bij wat ik wil vertellen en er zal heel veel overlap zijn, denk ik. Ik wil vooral ingaan op de centrale doelstellingen van het gala. Een van die centrale doelstellingen is namelijk het verminderen van gezondheidsverschillen. Gemeenten worden gevraagd om in te zetten op een lokale integrale aanpak van het terugdringen van gezondheidsverschillen. Om kwetsbare groepen te kunnen bereiken. Het gaat erom te differentiëren in de toepassing van interventies, toegespitst op wijken met gezondheidsachterstanden. Dat kan natuurlijk alleen als je door samen te werken met je doelgroep, zoals Nori al aangaf, en zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun behoeften. In het format van het plan van aanpak van de VNG wordt ook aan gemeenten gevraagd, dat kun je hier zien bij onder 3b, wat gemeenten gaan doen in de uitvoering en samenwerking. De vraag wordt gesteld, hoe betrek je inwoners, de doelgroepen bij je planvorming? Dat maakt dat het voor gemeenten niet de vraag is of ze gaan samenwerken met inwoners, maar hoe en wanneer ze gaan samenwerken. En dat vraagt natuurlijk om een strategie. De volgende slide graag. Kunnen we door naar de volgende slide of is dat... Jij kunt nu besturen, Karima. Oh, ik kan nu besturen. Oké. Ik heb nu een verzoek gestuurd voor besturing. Maar ik heb nog niet... Wij gaan hem doorklikken voor jou, Karima. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Dankjewel. In mijn. Ja.
In deze slide, ja, maar we kunnen ze niet vinden. Ja, maar we zetten in op de grootste groep. Aanpassingen doen we later. Ja, dat zijn voorbeelden van argumenten die we veel hebben gehoord als het gaat om inwonersbetrokkenheid. Inwoners die in kwetsbare omstandigheden leven, praktisch zijn opgeleid of een migratieachtergrond hebben, zijn voor lokale overheden het meest onzichtbaar. Zij weten hun weg richting de lokale overheid minder goed te vinden. Ervaringen met de overheid hebben ook wantrouwen gevoed ten opzichte van die overheid. Denk ook aan de maatschappelijke impact van het toeslagenschandaal. Nouri heeft het ook al genoemd. Ze zijn vaak niet of minder goed georganiseerd. Hebben geen lobby, sterke lobby die voor ze spreekt. En dat heeft natuurlijk invloed op hun positie in de lokale samenleving. Ze komen vaak pas in beeld als er problemen opspelen, crisis en wat voor vorm dan ook, waardoor ze niet meer te negeren zijn. Juist op het gebied van preventie en vroegsignalering valt er voor deze inwoners natuurlijk een wereld te winnen. Als we ons hier niet of niet bewust van worden, die noodzaak van differentiatie, dan blijft het ondersteuningsaanbod alleen die groep bereiken die hun weg richting de instanties al wel goed weten te vinden. En dan kunnen de gezondheidsverschillen onbedoeld juist vergroot worden in plaats van verkleind. Dat wilde ik met deze slide aantonen. Dus kunnen we door naar de volgende? En dat terwijl we weten, hè, dat de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden het minste meedoen met het aanbod gericht op het verbeteren van hun gezondheid. Denk aan de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen die met geldzorgen kampen, nieuwkomers en ouderen, al dan niet met een migratieachtergrond. We kunnen door naar de volgende. In deze slide heb ik de bewezen effecten van samenwerken met mensen om wie het gaat benoemd. Nouri heeft het natuurlijk en de vorige sprekers hebben het ook al genoemd. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om het aanbod aan te laten sluiten op wat er echt nodig is. Waar mensen behoefte aan hebben. En die aansluiting die zorgt ervoor dat er motivatie en draagvlak is bij je doelgroep. Zoals het al eerder werd genoemd. Het draagt bij aan die verbeterde effectiviteit. En zorgt ervoor dat ook dataverzameling, ontwikkelen van onderzoeksmethodieken. Dat ook daarin inclusiviteit voorop staat. Zodat later de innovaties die op basis van onderzoek worden doorgevoerd. Ook hun behoeftes meenemen. En misschien ook wel het belangrijkste punt wat ik hier heb aangestipt is het de empowerment van de mensen om wie het gaat. Hè. Dat mensen ervaren eigen regie en dat geeft een mentale boost wat op zich al een positief gezondheidseffect is. We kunnen door naar de volgende slide. Waar geef je dan samenwerking met inwoners een plek in jouw plan van aanpak voor SPUC Gala? Als eerste is het natuurlijk belangrijk om je plan van aanpak te benoemen hoe je inwoners wilt betrekken. Is dat wijkgericht of doelgroepgericht? Idealiter gaan we uit van co-creatie. Dat is een interactieve manier om samen te werken met mensen voor wie de interventie, product of dienst bedoeld is. Belangrijk om daarbij te benoemen is dat je kan voortbouwen op de samenwerking die er al is. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Is er al op andere beleidsdomeinen samenwerking met inwoners? En goed om dat eerst in kaart te brengen om daarop aan te kunnen sluiten en daarop voort te bouwen. De volgende slide graag. Pharos heeft 4 bouwstenen benoemd voor het bereiken en betrekken van inwoners. 4 fasen, het verkennen, het bereiken, betrekken en het aansluiten. Het lijken 4 afzonderlijke fases, maar in de praktijk loopt dat heel erg door elkaar. Iedere fase is wel even belangrijk en verdient evenveel aandacht. De volgende slide alsjeblieft. Op wie ga je dan richten? In de verkenningsfase is het heel belangrijk om een beeld te hebben van de wijk of de doelgroep waar je de aandacht op richt. Waar zijn die gezondheidsverschillen het grootst in de wijk of in de stad of dorp? Die vraag kun je beantwoorden met behulp van instrumenten als de GGD gezondheidsmonitor.
Maar ook waarstaatjegemeente.nl. Van belang is daarnaast om ook deze data wat verder te contextualiseren. Behalve leefstijl zijn er meer relevante kenmerken van inwonersgroepen van belang. Denk aan de leefomgeving zoals al eerder genoemd werd, maar ook culturele kernwaarden, opvattingen over opgroeien en opvoeden, eigen rolmodellen, maar ook die informele organisatiestructuren zoals de vorige sprekers al hebben aangegeven. Even naar de volgende slide. Welke vragen kun je dan stellen in die verkenningsfase? De belangrijkste vragen zijn welke initiatieven zijn er al voor mensen met een praktische opleiding of migratieachtergrond? Welke inwoners maken daar wel of geen gebruik van? Is het aanbod, weten ze te vinden? Wat vinden ze ervan? Is het überhaupt passend? Ook belangrijk is het om te weten of er al dan niet informele of autonome initiatieven zijn in de wijk. Nori heeft er ook al op gewezen, waar je met je aanbod op kan aansluiten. De volgende. Hoe dan? Verkennen van wensen en behoeften van inwoners. Je kunt natuurlijk het direct aan de inwoners zelf vragen wat zij nodig hebben. Dat lijkt maar ook het beste, dat zei Nori heeft daar ook al gewezen, hè, dat dat echt een belangrijke bron van informatie is. Je kunt dat natuurlijk doen via een focusgroep of bijvoorbeeld met een spiegelgesprek. In een spiegelgesprek gaan inwoners met elkaar in gesprek over een bepaald thema, waarbij professionals en beleidsmakers in een buitenkring als toehoorders aansluiten. En dus dat is ook een mooie manier om van inwoners direct te horen wat zij over een bepaald thema vinden en wat zij nodig hebben. Maar de inzet van ieder instrument heeft zijn eigen lokale context en nuances. En het is natuurlijk belangrijk om te bezien wat er in die lokale context een geschikt instrument is. Ik heb ook hier een lokaal voorbeeld genoemd van de lokale coalitie Kansrijke Start uit Utrecht. Dat is een coalitie waarin professionals, beleidsmakers en ook aanstaande ouders samenwerken aan netwerken in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de groep Wij Moeders voor Elkaar. Daar komen moeders regelmatig bijeen en om elkaar te ondersteunen en helpen. Het is ook een beetje vergelijkbaar met het voorbeeld uit Den Haag. Sorry. Inwoners delen dan hun ervaringsverhalen met professionals en beleidsmakers, voelen zich gehoord en erkend in hun belangrijke rol en dragen op die manier ook bij aan die verdere professionalisering van de lokale professionals en beleidsmakers. Dus dat is win-win. De volgende slide. Prima, gezien de tijd. Wil je hem iets beknopter proberen in de volgende blokjes? Thanks. Ja, dat is goed. Dat is goed. De sleutelpersonen, daar wil ik eigenlijk dan misschien wat sneller doorheen. Omdat er zijn sleutelpersonen hier aan het woord geweest. Investeren in de relaties voor lange termijn. Die belang van de leefwereld erkennen is al genoemd. En het aansluiten bij bestaande activiteiten. Dus deze kan ook al door. Ook deze, die passende communicatie, het is eerder genoemd. Belangrijk wil ik nog even wijzen op die praktische drempels voor mensen om mee te doen. Om die weg te nemen, een kaart te brengen en weg te nemen. Om dan te zorgen dat die betrokkenheid ook duurzaam is. Volgende slide alsjeblieft. Nou, deze slide is denk ik de belangrijkste. De aanbeveling die we hebben voor het plan van aanpak Brede Spuk. Om interventies zo effectief mogelijk te laten zijn, is het zaak om heel bewust financiële en beleidsmatige ruimte te creëren. Nori heeft het ook al toe opgeroepen. We bevelen aan om daarbij ook ruimte te behouden voor pilots, waarin de samenwerking met bewoners wil aangaan om de toegankelijkheid en effectiviteit van interventies te bevorderen. Straks ook met het oog op die monitoring en evaluatie, om dat zo inclusief mogelijk te doen. Niet alleen maar tellen, maar ook vertellen. Gerichte investering in relatie met de doelgroep gewoon integraal onderdeel maken van de aanpak en hiervoor budget reserveren. Je kunt ook overwegen om dit als gemeente niet zozeer zelf te doen, maar vanuit de opdrachtgeversrol richting zorg- en welzijnsorganisaties.
En als je dat doet vanuit de opdrachtgeversrol, dan wil ik nog wijzen op de checklist die wij hebben in onze publicatie inclusief opdrachtgeverschap. Dat is een handige checklist om in de gesprekken met welzijnsorganisaties het gesprek te voeren. En tot slot, burgerbetrokkenheid benaderen als een vak. Investeren in opbouw en behoud van expertise is geen overbodige luxe. En zie dat dan ook als iets waar je op gaat inzetten. De volgende slide. En laatst nog wat, tot slot nog wat opletpunten. Deze structurele aandachtspunten die bij de samenwerking met inwoners van belang zijn. De gelijkwaardigheid in de relatie. Het werd eerder al aangestipt, die wederkerigheid van de relatie. Dus niet alleen maar bij adviesverzoeken informatie ophalen, maar ook teruggeven wat er met die informatie gedaan is. En zo meteen zal mijn collega Mohammed, die zal met meer praktische vragen gaan beantwoorden. En de allerlaatste slide heb ik nog de publicatie genoemd. Die komt hierna. Samenwerk met sleutelpersonen. Dat is door onze collega's geschreven. Waar ze de opbouw van een sleutelpersonennetwerk en hoe dat in zijn werk gaat in de praktijk in de gemeente Haarlem beschreven. En ook als inspiratie voor andere gemeenten. Van, daar komen randvoorwaarden komen aan de orde waar je rekening mee moet houden. En in de duurzame samenwerking op te bouwen met sleutelpersoon. Dan ben ik zo aan het einde van mijn presentatie. Dan geef ik het stokje graag weer door over aan jou, Tom. Dankjewel, Karima. Volgens mij, en ook fijn hoe je hem eventjes comprimeert, zo on the spot. Dat is altijd lastiger dan een verhaal helemaal vertellen. Maar volgens mij heel goed gedaan. En dankjewel daarvoor. Wat ik meeneem uit jouw verhaal zijn, denk ik vooral dan, ik ga ze niet allemaal herhalen, maar die tips voor Gala's Puk, hè, hoe doe je, neem je dat daar nu in mee? Maar ook die praktische tips, van hoe doe je dat dan in samenwerking? Wat doe je wel, wat doe je niet? Een beetje de do's en don'ts waar Soerin het ook over had in zijn bijdrage. Dan wil ik inderdaad voor nu een doorstapje maken richting het vragenuurtje. Maar we hebben nog 10 minuten, dus het worden de vragen 10 minuten. En daarvoor wil ik graag mijn collega Mohammed Azouz ook uitnodigen om zichzelf even voor te stellen. En we kunnen hem van alles vragen over bereiken en betrekken. Dus mocht er de vraag zijn vanuit het publiek, steek even je handje op, dan geven we je de ruimte. Maar Mohammed, misschien eerst aan jou voorstellen. Ja, goedemorgen allemaal. Mohammed Azouz. Ik ben programmamanager begrijpelijke informatie en digitale zorg bij VAROS. En co-creatie met kwetsbare groepen is daar een belangrijk speerpunt. Ik hoorde veel van de adviezen die we ook in het programma hebben. Heeft Karima, hoor ik net in ieder geval al mooi delen. En heeft Soerin en Loer ook die goed gedeeld. Dus ik ben benieuwd of er ook nog specifieke vragen zijn die nu gesteld kunnen worden. Of mochten er nog wat bredere vragen zijn, kunnen jullie me ook na dit webinar uiteraard bereiken. Dus ik hoor het graag. Ik zie nog geen directe handjes in het publiek. Maar anders misschien al was een vraag om, om even af te trappen vanuit mijn kant. Dus we adviseren eigenlijk van zet samenwerken met inwoners nu in je plan. Hè, en reserveer daar tijd en ruimte voor. Kun jij een voorbeeld geven van waar gemeenten aan kunnen denken? Waar je aan kunt denken is eigenlijk hangt het heel erg van de gemeente, van de situatie af. Het is een beetje een flauw antwoord, maar het is natuurlijk heel erg van wat wil je bereiken. En ik denk dat het heel erg start ook met een goede analyse op het probleem wat je wilt aankaarten. Gaat het over, wil je ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen? Of wil je dat mensen meer gaan participeren aan bepaalde activiteiten? Dus ik denk dat die vraag wel heel belangrijk is en dat je dan ook een goed beeld hebt van van de doelgroepen die je dan graag in beweging zou willen krijgen. En mijn belangrijkste advies daarbij is ook altijd om niet toch van achter een bureau te bedenken wat dat zou kunnen zijn of hoeveel dat zou moeten kunnen zijn, maar om echt te starten met gewoon het gesprek aan te gaan met mensen. Dus om een beeld te krijgen van wat er gebeuren moet en om daarvan ook je budgetten en je tijd in te plannen. En waarom ik daar ook niet een volledig antwoord op kan geven, is omdat er ook veel factoren van belang zijn. Dus dat je denkt dat het wel belangrijk is dat je ook een goed beeld hebt van je organisatie of van de gemeente waar je actief bent. Van hebben wij mensen aan boord die dit heel goed zouden kunnen doen of die dit heel graag zouden willen doen. Dat scheelt natuurlijk tijd en ook budgetten als je die wel hebt. Als je dat niet hebt, dan moet je daar weer over na gaan denken van hoe kunnen we dit oplossen. Want we hebben toch iemand nodig die die rol goed kan vervullen. Dus op die manier zou ik heel een goede analyse maken van het,
van het probleem wat je wil, of het probleem van, van de uitdaging die je wil aangaan. En dat je daar wel een goed budget en een tijdsplanning bij hoort. Want om ook even de negatieve kant of vaak de valkuil te schetsen, is dat er een goed plan ligt, maar dat je dan eigenlijk als het plan uitgevoerd moet worden, dat je erachter komt dat organisaties die een hele belangrijke rol hebben, daar eigenlijk geen tijd voor hebben. Of een budget vragen wat je niet hebt. Of dat je zelf dat er meer tijd nodig is voor de uitvoering dan dat jij gepland hebt. Waardoor je eigenlijk niet kunt starten met de uitvoer. Dus dat is wat je probeert te voorkomen. Ik denk een hele herkenbare valkuil inderdaad. En eigenlijk sluit het mooi aan bij welke Rima mee eindigde. Hè? De waarde van inwonersexpertise. Hoe neem die mee in je plan? En zorg ook dat inderdaad in je proces dan een plekje krijgt. Heel goed. We hadden van tevoren ook nog wat vragen binnengekregen. En daar zat onder andere bij, ja, op welke doelgroep kan ik me nu het beste inzetten? Maar als ik eigenlijk zo naar jouw verhaal luister, dan is het meer van, ja, kijk naar wie in jouw stad of wijk, waar de energie zit of waar de meeste aandacht naartoe zou moeten. Dus het is altijd maatwerk. Je kunt niet misschien van vooraf zeggen van, deze doelgroep is het. Nee, je kunt eigenlijk, is het best lastig ook omdat het weer heel erg situatieafhankelijk is om van categorieën te creëren. Hè? Van, je ziet wel eens vaak dat mensen dan ze gaan richten op mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. En wel zoals ze die verzoeken krijgen van, zou je mij dan willen bereiken? Nee, we bedoelen eigenlijk een andere doelgroep. Eigenlijk, en dan als je hem echt heel, noem het even 5 keer waarom vraagt, dan zie je ook dat het vaak om vaardigheden gaat. Je wilt mensen die misschien minder snel zouden reageren op een oproep. En daar kunnen verschillende redenen achter zitten waarom mensen dat niet zouden doen. Dus dat hoort precies echt bij die analyse van wat is de situatie nu? En hoe komt het toch dat als wij een brief sturen dat er niet op wordt gereageerd? Dan is het ook eerst handig om te kijken naar de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van je brief. Of de timing van je brief. Of is jouw brief of de oproep die je daarin hebt vooral gericht op het eigen belang en niet op het belang van een ander? Hè? Waarom zou je op donderdagavond naar een inloopavond moeten komen? Wat heb ik daaraan als wijkbewoner? Zeg maar, hè? Wat gaat het mij opleveren? Staat dat goed uitgelegd in die brief? Dus dat je daar heel erg goed naar kijkt. Dat je op basis daarvan bedenkt van, nou, dit zijn de groepen die we graag in beweging zouden willen krijgen. En dan kom je tot een aantal, dan kun je tot een aantal factoren komen. We willen graag de mensen van 15 tot 30 of we willen graag de mensen die wel werken of die niet werken of wat dan ook, dat je dan op basis daarvan tot je doelgroepen komt. Hartstikke mooi. Ik zie in de chat ook nog een hele interessante vraag voorbij komen. Misschien helemaal vanuit de andere invalshoek. Vanuit steunpunt geef ik eens even kijken. Dieneke Smit, je hebt een vraag gesteld. Ik zal hem proberen te vertalen. Even in een korte zin. Eigenlijk vraagt Dieneke van, ik werk bij een organisatie die zich inzet in de GGZ. En ik heb heel goed zicht van mijn doelgroep. Maar ik kan geen ingang vinden bij die gemeente. Hoe kan ik mijn rol pakken? Wat voor rol zou jij adviseren aan haar? Om een ingang te vinden bij de gemeente. Ja, of eigenlijk om dus het perspectief van die groep die zij vertegenwoordigt bij de gemeente zichtbaar te maken. Dat is een hele goede vraag. Dat is misschien ook wel een interessante vraag aan iemand van een gemeente. Om daar antwoord op te geven. Van op welke manier zou dat werken? Want mijn advies zou er vooral gericht zijn op gaan aan de slag met sleutelpersonen of sleutelorganisaties. Of wat is het belang van de gemeente en welke activiteiten zijn er en probeer daarbij aan te sluiten om ook de positie van deze groep voor het voetlicht te brengen. Maar wellicht is dat ook even, ik weet niet of iemand vanuit de gemeente een antwoord heeft op die vraag. Ja, want wij doen eigenlijk alles al. Hè? Van, we hebben sleutelpersonen, we werken nou samen met VAROS, we geven allerlei trainingen. Wij zijn er in principe voor mensen met psychosociale problematiek. Maar we hebben een groot bereik onder de mensen met een migratieachtergrond. We zijn op zich goed bekend. Maar als het gaat om spukgelden, ik ga naar alle voorlichtingsbijeenkomsten. Maar dan wordt er eigenlijk toch altijd de hele grote partijen gedaan. En die hebben dan hele mooie plannen. Maar vervolgens krijg je dat niet geïmplementeerd. En dan kom je dan 3 jaar later, komt dan de rekenkamer erachter. Terwijl wij zeg maar veel makkelijker dat bereik hebben. Maar soms weer te klein zijn om mee te gaan. Hè? In die spukgelden, in de programma's. En daar zit zeg maar een soort bottleneck. Ja.
Ik moet ook denken aan het verhaal wat Soerin net vertelde. Over hoe je misschien als organisaties elkaar daarin kunt helpen. Hè? Dus de verbinding van organisaties. De ene organisatie heeft een betere ingang bij de gemeente dan de andere. Of schrijft een plan. De andere misschien niet, omdat het te ingewikkeld of te uitgebreid. Of veel te veel vraagt van een groep vrijwilligers bijvoorbeeld. Dus misschien zit daar ook nog wel een sleutel in. Maar dan vul ik me een klein beetje in. Ik weet niet of er misschien inderdaad in het publiek ook nog een gemeente is die hier iets van iets op kan reageren. Zo ja, breek gerust in. Als er nog een andere vraag in de chat gesteld was, nog wel een aantal. Dan moet ik natuurlijk de beste eruit kiezen. Ja, het is wel, nog even Tom ook op, het is wel herkenbaar wat Dineke aangeeft. Wat wij vooral proberen te doen ook in onze samenwerking, of het met gemeenten zijn of organisaties, ook grotere organisaties, is vooral goed te kijken naar, proberen goed beeld te krijgen van de wijk, zeg maar, waar je, of de gemeente waar je iets in de wil bewerkstelligen. En vaak zie je dan ook dat dus misschien kleinere organisaties, soms misschien echt individuele personen, soms een veel belangrijker en een hele grote rol hebben in het bereik van mensen. We kennen echt mensen uit verschillende, bijvoorbeeld hier in Utrecht hebben we individuele mensen die in de appgroep 200 mensen kunnen bereiken, zeg maar. Dus het is wel heel belangrijk dat je dit soort mensen of dit soort organisaties, wat Dineke ook het over heeft, dat je die wel aan boord hebt als je aan de slag gaat. En dat je inderdaad niet alleen naar de grotere partijen kijkt, maar ook echt wel naar wat gebeurt er om de beweging in gang te krijgen die je graag zou willen. En dan zal je vanzelf betrokken moeten worden daarbij, zeg maar. Ik zie dat Nori. Nori wil ook reageren. Ja, ik heb misschien een suggestie voor Dineke. Wat mij opvalt in mijn werk in Den Haag Zuidwest is dat het heel erg kan helpen om je achterban activistisch in te zetten. En dat jullie hebben die natuurlijk, dat noemde je net al. Als je vanuit daar een brief gaat schrijven of een video gaat maken om een statement te maken richting de gemeente om te laten zien, we zijn misschien klein in omvang, maar hebben een grote achterban en een groot netwerk, dat ook heel erg kan helpen. Dankjewel. Dankjewel. Mooie toevoeging, denk ik. Even kijken, we hebben nog tijd voor één vraag. Dus even kijken, ik zie in de chat nog een vraag over hoe abstract of juist gedetailleerd moet je dat nu in dat plan zetten, in dat plan van aanpak. En op welke wijze moet je die input van inwoners daar ook in verwerken? Zijn wij daar natuurlijk niet degene van die dat checken, controleren en ook bedacht hebben. Maar misschien hebben we daar wel een advies voor. Ja, je ziet wel, voor de spuk heb ik inderdaad, ik hoor helaas niet tot de commissie die dat gaat beoordelen. Maar het is wel wat we wel eens zien is bij calls, waar wij ook vaak betrokken bij zijn, zeg maar, is dat we weten allemaal dat we iedereen moeten betrekken. Dus dat je wel vaker ziet dat het theoretische verhaal, dat staat altijd wel goed in de plannen. Maar ik denk wat ik zeker het afgelopen jaar zie, dat wat het heel goed doet, als je toch wel de stem van de mensen erin betrekt. Dus dat je zegt, we hebben een x-aantal focusgroepen gehouden met mensen en met deze verschillende groepen. En ik denk dat je dan daarin in je plan ook laat zien dat je echt voor impact gaat. En dat je niet daar pas over na gaat denken op het moment, dat je niet alleen een mooi plan hebt, maar dat je echt al direct aan de slag kan en dat de impact eigenlijk voor het grijpen ligt. Dus dat zou wel mijn advies zijn, om dat toch wel zo je proces in aanloop naar het plan wel zo expliciet mogelijk erin te zetten. Van, we hebben met zoveel groepen gesproken, dit is het probleem wat we hebben gezien, dit is hoe we daar invulling aan willen geven. Dus het is niet zozeer een advies, maar meer wel we hebben een paar goede ervaringen mee, dat als je dat er heel expliciet inzet, dat wel bij een commissie het goed doet. Ja. Ik denk dat een hele mooie, een heel mooi advies en een mooie tip is om het vragenuurtje voor nu eventjes mee af te sluiten, want we zitten aan de tijd. Mohammed, heel erg bedankt voor jouw tijd en input en bijdrage. Ook aan de vraagstellers uiteraard voor jullie vragen. En ik denk dat we een mooi programma zo bij elkaar hebben bedacht. Aan alle goeds komt een eind. We lopen richting 12 uur. Ik wil daarom gaan afsluiten. En in beeld komt er nu een QR-code. En ik wil eigenlijk jullie graag vragen om met jullie telefoon deze link even te volgen naar ons evaluatieformulier. En terwijl jullie dat invullen, zal ik nog kort even vertellen wat wij nog meer in petto hebben rondom Gala Spuk. En ook waar je met andere vragen nog terecht kunt. Even kijken, dus als jullie de QR-code eventjes scannen, dan mag die over een seconde of 5 naar de volgende slide.
Want mochten jullie nog vragen hebben na aanloop van dit webinar, dan kunnen jullie die aan ons stellen via spuk@varos.nl. Nou, dan gaan wij intern kijken bij wie dat allemaal hoort en wie daar het beste antwoord op kan geven. Om zo'n goed mogelijk antwoord bij jullie terug te komen. Mochten er nou vragen zijn waarvan we zien van hey, die komt wel heel vaak voor, dan misschien dat we dan besluiten om daar een webinar van te maken of een andere vorm van ondersteuning. Maar daar komen we dan uiteraard ook nog even op terug. Nou, dan hebben we sowieso nog een aantal andere dingen al gepland. Op 11 mei hebben we een digitale intervisiesessie op de planning staan voor projectleiders die de SPUC-plannen aan het opstellen zijn. Of de vervolgplannen daarop. Nou, meld je snel aan, want vol is vol. 20 mensen kunnen daaraan meedoen. Mocht het nou heel snel vollopen, dan gaan we misschien ook juist nog wel denken van nog een ronde. Maar goed, meld je dus vooral aan. Hou daarnaast ook onze website in de gaten voor eventuele andere webinars over Gala en SPUC. Die zullen we steeds via de link die in de presentatie staat updaten. Nou, tot slot gaan wij jullie een mooie digitale goodiebag toesturen met daarin alle materialen en de informatie uit dit webinar. Deze kun je natuurlijk ook heel goed delen met je collega's, mochten er collega's zijn waarvan je zegt, hey, die moeten nu ook wel eens eindelijk eens een keertje weten hoe dat bereiken en betrekken van inwoners in zijn werk gaat en nou, die dat ook kunnen benutten. Ja, dan zijn we nu echt aan het einde. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Sali, Soerin, Nori, Karima en Mohammed, hartelijk dank voor jullie tijd, moeite, input en kennis. Ook hartelijk dank voor de goede vragen uit het publiek. Heel mooi om te zien hoe dit thema bij jullie leeft. Nou, wordt vervolgd en heel graag tot ziens.